hoeveel brandstof verbruikt een voertuig? Tot dusver werd de NEDC-test gebruikt om dit te berekenen. Vanaf het najaar van 2017 is er een nieuwe methode voor het meten van consumptie, WLTP. Dit meetproces, Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure genaamd, gaat uit van het gemiddelde alledaagse rijgedrag volgens de moderne standaard. Voor de WLTP zijn wereldwijde rijgegevens en statistische gegevens verzameld. Op basis van deze data zijn voor WLTP de meetvariabelen opnieuw gedefinieerd. De belangrijkste wijziging is de afstand die gereden moet worden en de duur van de test. Het snelheidsprofiel is ook nieuw. Gebaseerd op dit profiel zijn er 4 specifieke fasen. Extra hoge, gemiddelde en lage snelheid. Snelheid, duur en afstand vormen de kern van de WLTP. Het omvat ook andere aspecten, zoals rijdynamiek. Hieronder vallen remacties, stoptijden en versnellingsfases. Zelfs rol- en luchtweerstand worden in acht genomen. Optionele uitrusting en eventuele accessoires hebben ook effect op het gewicht van een voertuig. Hier houdt de WLTP ook rekening mee. Om er zeker van te zijn dat verbruiksmetingen vergelijkbaar zijn, moeten de testomstandigheden repliceerbaar zijn. Om die reden worden WLTP-metingen gedaan op een rollenbank volgens internationale standaarden. Hier wordt het gemiddelde verbruik berekend voor elk model en elke variant overal ter wereld. Met de WLTP kunnen de verbruikscijfers hoger zijn dan eerst, omdat deze procedure meer inzicht geeft hoeveel een voertuig daadwerkelijk verbruikt bij alledaags rijgedrag. De WLTP start najaar 2017.